Dinsdag werden de gevallenen van het 1e regiment Huzaren herdacht. Dit gebeurde bij het monument voor de Huzaren in Voorthuizen. Oorlog en vrede, een groot verschil. Maar het laatste wat ik noemde is wat iedereen wil. Duizenden doden, waaronder veel Joden. Wapens en strijd, heel slecht voor de mensheid. Het is heel belangrijk om hier ook dit jaar weer bij stil te staan. Zonder meer, omdat die geschiedenis die je leven krijgt, maar het leuk om niet te doen wat je hebt afgespeeld. En ik denk dat je het einde jaar in het leven hebt, om het alles te doen wat wil en onzin. Af en toe dus de jongeren leren uit deze herdenking. De jeugd moet leren uit de geschiedenis. En ze moeten, voor zover dat mogelijk is, de oude generatie uit de tent lokken om die ervaringen naar boven te brengen. Die hun hele leven hebben opgekropt. Alles wat tegenwoordig spelen vertoont, dat zijn geromantiseerde verhalen, maar de echte verhalen moeten uit veteranen. Heel belangrijk dat die verteld wordt. Nog zonder meer. En dat blijkt nu ook dat na 65, 70 jaar er nog verhalen boven komen die nog nooit iemand heeft aangehoord. We moeten blijven herdenken, dat het nog weer vergeten wordt. Zonder meer. Zonder meer. Ja.